In deze film maken we het droste effect. En wat is dan precies het droste effect? Nou, dat komt van een Nederlandse cacaofabrikant. Misschien herken je dit doosje nog van vroeger. En heel misschien is het ook wel van heel ver voor je tijd. Dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Maar wat is er zo bijzonder aan dit doosje? Nou, hier staat een verpleegster op met een dienblad in haar handen. En daarop een kopje chocolademelk. En een blik. En op dat blik is een verpleegster te zien met een dienblad in haar handen. Daarop een uh, kopje cacao en een ander blik. En ik zal even gewoon helemaal inzoomen. En dit is een, een soort picture in picture in picture. En dat gaat maar verder. En dat blijft zich herhalen. En dat noemt men het Drosten effect. En dat ga ik vandaag ook toepassen op deze foto. Ik ga het schilderij vervangen door deze setting. En. Dan kijken die mensen dus naar zichzelf, kijkend naar zichzelf, kijkend naar zichzelf en zo verder. En het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om te doen. Het eerste wat je doet is de laag dupliceren. En dat doe ik natuurlijk met de sneltoets Ctrl J. En nu ga ik deze nieuwe laag dus verkleinen en op maat maken van het schilderij. En dat doe ik heel simpel door, als de laag geselecteerd is, Ctrl T in te drukken. En je ziet, om mijn laag komt een witte lijn. En een aantal hoekjes. En met deze hoekjes kan ik gaan slepen. En als ik aan die hoekjes ga slepen, dan gaat mijn foto kleiner en groter worden. Kijk maar wat er gebeurt. Ik ga gewoon linksboven beginnen. En die zet ik netjes in een hoek van het schilderij. En dat doe ik daar ook. En deze versleep ik ook. En je ziet, heel mijn foto gaat gewoon mee. Het is alleen niet goed, want het schilderij is in perspectief en deze foto blijft natuurlijk vierkant. Dat is nergens voor nodig. Zolang je in de transformatiemodus zit, dus met die zes hoekjes eromheen, kun je er ook met rechts op klikken en kun je voor een andere manier van transformeren kiezen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor schuin trekken. En als je er nu aan trekt, dan zie je wat er gebeurt. Eén kant gaat gewoon omhoog of omlaag of naar links en naar rechts. En de andere kant gaat zich daarop uh, aanpassen. En op die manier kan ik hem gewoon beter in het frame zetten. En zo neem ik het perspectief dus gewoon mee. De foto is misschien niet de allerbeste. Hij is ook maar gewoon gemaakt met mijn telefoon. Maar het gaat even om het concept. En vervolgens als je denkt van, hé hey, hier ben ik wel tevreden mee. Dan kun je bovenin op het vinkje klikken. Of je drukt gewoon op enter. En de hoekjes zijn weer verdwenen. Nu kijken deze mensen naar de situatie. Op een schilderij waarop ze naar het schilderij kijken. Dat is nog niet genoeg. We willen nog veel meer. We willen eigenlijk zoveel kopieën dat het schilderij eigenlijk onherkenbaar is. Dus ik kopieer de laag opnieuw met Ctrl J. En ik zoom een stukje in. En met Ctrl T ga ik naar het transformatiegereedschap. En ik ga hem gewoon inpassen op de nieuwe lijst. En ik ben op deze manier weer een stapje verder. Nu is nog steeds het schilderij herkenbaar in beeld. Dus ik moet eigenlijk dit effect net zo vaak gaan herhalen. totdat het eigenlijk gewoon niet meer herkenbaar is. Nou, om je dat een klein beetje uh, te besparen, heb ik dat een klein stukje versneld natuurlijk. En nu denk ik dat het op zich wel redelijk af is. Het allerkleinste schilderijtje is eigenlijk gewoon te klein. Het is pixelniveau om goed te kunnen zien wat het is. Je zou het nog een keer kunnen doen, maar ergens moet je natuurlijk ophouden. Je blijft uiteindelijk gewoon bij één pixel over. Maar voor het oog van het kerkvolk, dit is gewoon voldoende. Op zich is het dus niet moeilijk om te maken. Het kan wat tijdrovend zijn, maar het is op zich wel een heel grappig effect. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.